In de jaren 60 van de vorige eeuw kende Ommen een groot schaatsicoon, Reinier Paping. Hij won de Elfstedentocht in januari 1963. Nu, 60 jaar later, bijna 60 jaar later, hebben we opnieuw een groot schaatstalent in Ommen. Namelijk Stefan Westerbroek. Hij traint hier in Enschede vanmorgen. We gaan hem volgen, we gaan met hem praten en we zien hoe zijn training verloopt. Stefan Westerbroek, goedemorgen. Goedemorgen. Heel leuk om je te ontmoeten. Ja. Hoe gaat het met je? Ja, het gaat echt fantastisch. Lekker aan het trainen. Lekker op de ijsbaan Twente aan het trainen, dus dat is heerlijk. En ja, de tijden die gaan ook goed. Dus, ja, die vraag zal je wel heel vaak gesteld zijn de afgelopen maanden, hoe het met je gaat. Ja, zeker, zeker. Het is natuurlijk in deze coronatijd ook wel moeilijk om te trainen fatsoenlijk. Nou, gelukkig kunnen wij dat hier wel, alleen is het goed opletten met coronaregels, et cetera. Alleen, ja, we kunnen gelukkig nog goed doortrainen, dus dat is wel, wel fijn hoor. Ja, ik denk dat je heel vaak hebt afgevraagd van, en dan praat ik natuurlijk over die kuitbeenblessure die je achter de rug hebt, hè. Hoe kom ik weer terug? Ja, het heeft eventjes geduurd. Het heeft denk ik 8 maanden geduurd. Vorig jaar uiteindelijk nog een best goed seizoen gedraaid, ook nog naar het WK gemogen. En dan dit jaar rij je bij Talentnet, bij het nieuwe team. Dus dat is allereerst hartstikke mooi. En dan rij je ook nog eens ongelooflijk hard bij het NK afstand op de 500 meter. Dus ja, dat is echt fantastisch. Ja. Stefan, vandaag vrijdag, de 13e. 13 november. Ja. Wat brengt jou deze dag? Hoe ziet jouw trainingsdag eruit? Nou, allereerst, ik denk vrijdag de 13e is niet een hele goede dag. Maar vanochtend gaan we lekker schaatsen. In principe gewoon een lekker rustig trainingje, omdat we morgen een wedstrijd hebben. Vanmiddag hebben we intervallen op de fiets. Lekker de viaduct op rammen, zeg maar. Ja. Je moet wel een ongelooflijk druk programma hebben, hè? Je hebt school, je hebt je training, je hebt je wedstrijden, je moet rusten. Ja. En je bent, denk ik, ook enorm gesteld op je sociale contacten. Ja, zeker nu met corona is het heel erg oppassen dat je niet met te veel mensen in contact moet komen, omdat we eigenlijk met het team ook in een bubbel zitten. En is er natuurlijk school, ja, komt een beetje op een lager pitje, wat ik wel zelf wel heel jammer vind, maar ja, je hebt zijn prioriteiten. En gelukkig werkt school gewoon heel goed mee, dus dat is helemaal top. Ja. Je zit op Landstede in Zwolle? Ja, Landstede Sport en Bewegen. Ja. Ja. Maar ik heb ergens gelezen dat je dus ook nog in bent voor een politieoptreden. Ja, dat heb ik ooit een keer gezegd inderdaad. Nee, dat lijkt me heel tof, alleen ja, nu met het schaatsen wil dat gewoon niet. Omdat je gewoon op het moment dat je begint direct een fulltime job hebt, zeg maar. Ja, dat gaat gewoon niet met schaatsen. Nee, heb je dat nou geparkeerd of zeg je van het is helemaal van de baan? Nee, ik heb het even geparkeerd en ik heb altijd gezegd dat schaatsen misschien niet wordt. Of misschien na het schaatsen dat ik altijd nog de politieopleiding kan gaan doen. En het lijkt me wel tof. Ja, Stefan, ik wou ontzettend graag met je praten over je schaatscarrière. Hè? Want er zit een ongelooflijke ontwikkeling in. Hè? Ja. Het begon ooit ergens in Ommen, ja. Op de ijsbaan. Ja, schoolschaatsen, zeker. En zodoende staan we hier en heb ik heel wat dingen bereikt. En dat is al heel mooi. Toen was je dus bij de schaatsvereniging De Doorlopers. Ja. Als 10-jarig jochie. Ja. Ja, klopt helemaal. En daarna ben ik doorgegaan naar Stokvis Dennen. Ja. En zodoende is het allemaal gaan lopen. Ja. Dus, en nu ben je 10 jaar verder. Ja. En dan 2 weken geleden, vandaag precies 2 weken geleden, heb je je debuut gemaakt bij de nationale ploeg. Ja. Dat moet toch wel een enorme ervaring zijn geweest, hè? Ja, het is jammer dat het niet in een full tee-off was. Alleen toch wel tussen de grote mannen staan en dan uiteindelijk 8e worden, als ik het goed zeg. Dat is gewoon, ja, als debuut wel heel mooi, zeg maar. Ja. En jouw voorkeur is nog steeds de korte afstanden, hè? Ja. De 500, de 1000, de 1500, hè? Ja, 1500 wordt al een beetje lastig, ja. Maar... Maar de voorkeur ligt bij de 1000? Ja, 500.000. Ik hoop op de NK Sprint binnenkort een mooie 1000 ook te kunnen gaan rijden. Dus ja, we gaan het zien. En ga je nog ontwikkelen naar lange afstanden? Ik wil natuurlijk... Ja, ik heb allereerst wel vaker gezegd dat ik niet direct wil focussen op de sprint. Om het een beetje breed te houden, maar ik merk nu toch wel dat... De lange afstanden, denk aan de 3 en de 5 kilometer, dat toch wel heel lastig gaat worden. Ja, met name die 3 kilometer, hè? Daar heb je toch wel een enorme progressie gemaakt, hè?
De drie? De 3 kilometer. Ja, 3000 meter. Ik heb 1 keer 3,57 gereden op die afstand. En daarna eigenlijk ook niet meer echt gereden. Dus ja, ik kon het destijds wel. Maar ik denk als ik nu weer een 3 ga rijden, dat ik niet aan die tijd kom. Nee. Maar vandaag eerst dus de training hier in Enschede. Ja. Vroeg in de morgen. Ja. Nou, we zien je straks terug op de ijsbaan. Komt helemaal goed. Top. Dankjewel.